De Perzische hoofdstad Teheran was de eerste pleisterplaats op de grote reis van prinses Beatrix door het nabije en verre oosten. Reeds op de morgen na haar aankomst bracht haar koninklijke hoogheid in de keizerlijke residentie een bezoek aan keizerin Farah Diba, met wie zij een genoegelijk onderhoud had dat ongeveer 20 minuten duurde. Ongetwijfeld zullen daarbij herinneringen zijn opgehaald aan het verblijf van de jonge keizerin in ons land tijdens het zilveren huwelijksfeest van ons koninklijk paar. Later was prinses Beatrix gastvrouw van de Shah en zijn gemalin tijdens een intiem diner in het gebouw van de Nederlandse ambassade in Teheran. Gedurende haar verblijf in de hoofdstad vertoefde de prinses geruime tijd in de toonkamers en weverijen van de Iraanse tapijtmaatschappij, waar zij met grote belangstelling het fraaie handwerk van de Perzische tapijtweefsters bezichtigde. Men mag aannemen dat de aanstaande inrichting van het slot Drakenstein aan deze belangstelling ten grondslag ligt. Op de voorlaatste dag maakte prinses Beatrix een meer dan 11 uur durende tocht per auto door het noordelijk van Teheran gelegen gebied dat onlangs door een aardbeving werd getroffen, waarbij tientallen dorpen in enkele seconden in puinhopen werden veranderd. De overlevenden van deze ontstellende ramp, waarvan de omvang pas bij directe aanschouwing duidelijk wordt, leven grotendeels in tenten die uit vele landen hierheen werden gezonden. Deze komen uit Nederland. Prinses Beatrix liet zich overal inlichten over de hulpverlening en over de maatregelen die genomen zijn om het gebied weer bewoonbaar te maken. Vooral de naderende winter baart de bevolking veel zorgen, omdat een groot deel van de mensen zeker ook dan nog in tenten zal moeten kamperen. Er zal dan ook nog veel warme kleding nodig zijn. Pas laat in de middag verliet de prinses het rampgebied dat bijna zo groot is als ons land. Haar bezoek was een uitdrukking van het medeleven der Nederlandse bevolking met de slachtoffers van de ramp.